Allegra, in deze video nemen we je mee op roadtrip door Zwitserland. Graubünden om precies te zijn. De Grand Tour of Zwitserland is een 1600 kilometer lange tocht die langs de mooiste plekjes van Zwitserland leidt. En bovendien rij je niet over de snelweg, maar over prachtige bergwegen en passen. Onze eerste bestemming is Squaw. In dit sfeervolle dorpje vind je prachtige engadinerhuizen, heerlijke thermale baden en veel bronnen. Je kunt je Grand Tour of Zwitserland natuurlijk invullen zoals jij dat wilt. Met de auto, de motor of de trein. En je kunt de tijd nemen die je zelf prettig vindt. Wij kiezen ervoor om iedere keer 2 nachten op 1 bestemming te blijven. De volgende dag rijden we vanuit Squaw naar het Nationaal Park. Dit is het enige nationale natuurpark dat Zwitserland telt. Het is er prachtig, alleen hebben we qua weer een beetje pech met de regen pijpen stelen. Ondanks het slechte weer hebben we een superleuke dag in het Nationaal Park. We worden rondgeleid door Domenico. Hij vertelt ons van alles over de flora en fauna in het Nationaal Park. Aan het eind van de middag klaart de lucht een beetje op en het wordt droog. Domenico neemt ons nog mee naar het sfeervolle dorpje Skjarrel, dat op zo'n 10 minuten rijden van het Nationaal Park ligt. De weg bij het Nationaal Park heeft behoorlijke schade opgelopen door een steenlawine die er in juli 2015 naar beneden kwam. Het is tijd om verder te gaan. Vandaag brengen we een bezoekje aan de uitzichtsberg van het Engadin, Muertes Murago, als ik het goed uitspreek. En we gaan nog even stoppen in het mondaine Sankt Moritz. Het is dus al snel duidelijk waarom dit een van de highlights is van de Grand Tour. Het uitzicht vanaf deze berg is werkelijk waanzinnig mooi. Wil je wat langer van dit mooie plekje blijven genieten? Dat kan. Er is op de berg een hotel en een restaurant. Sankt Moritz stond aan de wieg van het toerisme in Zwitserland. Kom je er langs, dan is het zeker de moeite waard om je eventjes te stoppen en de sfeer op te snuiven in deze bijzondere plaats. Iets voorbij Sankt Moritz ligt de Silvaplana Zee. Dit is een van de mooiste plaatsen om te wind- en te kitesurfen in Zwitserland. Tijdens de Grand Tour Zwitserland kom je over de mooiste passen van het land. Hier rijden we over de Julierpas, omdat we op weg gaan naar onze volgende bestemming, Ticino. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen dat je hem leuk vond. Als dat zo is, geef ons dan een duimpje en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!